Bas, sorry, ja. Weet ik veel. Wat is nou je werk? Wat is... Staat hier je contract, pannenkoek? Goedemorgen jongens en meiden, welkom hier bij een nieuwe vlog. Ik zit op dit moment in de auto naast mijn... Niet doen! Moedertje! Sorry. Sorry schat, dat je zo gelijk de mensen hiervoor denken, echt wat is dit? Ja. Dadelijk stapt iemand uit, stel je voor. Ja, kijk, een stoot voor mijn hoofd dadelijk. Ik zie die persoon ook in zijn achteruitkijkspiegel kijken volgens mij. In ieder geval jongens en meiden, welkom weer hier bij een nieuwe vlog. Wij zijn op dit moment in Amsterdam, want mijn moeder en ik moeten dus nog wat dingetjes regelen voor de film. Bij de film wordt natuurlijk altijd het geluid opgenomen, maar soms wordt het geluid dus niet helemaal goed opgenomen omdat er te veel dingen gebeuren. Dus dan moet je achteraf dingen dus gaan inspreken. En dat is wat we nu gaan doen. Ja. Want we waren niet goed verstaanbaar op een paar momenten. Nee. Dus daar gaan we nu heen. Ik ben al een keer eerder in deze studio geweest, maar wij gaan dus naar binnen daar. Wat zeg jij nou? Ja, dat stoplicht, dat gaat op groen. Er gaat niet één auto of net één erdoor. Ik ben boos. Ja, hij is al 3 keer op groen gegaan. Ja, we hebben nog. We zijn 2 meter verder gegaan. Ja. Nou jongens, mijn moeder die gaat dus nu als eerste hier wat inspreken. Voor de film dus, overduidelijk. Bas is hier, hallo. Hallo. Belle is hier, hallo. Hein is hier, hallo, kort kapseltje, lekker. Maar mijn moeder die staat dus daar nu achterin, ja, het geluidshok, ik weet niet hoe ik het moet noemen. En ja, wat gaat ze precies inspreken? Zij gaat de andere kant van het telefoongesprek met jou in de film opnemen. Ja. Zij belt jou en dat gaan we nu opnemen. Ja, en hier zie je een klein shotje van het begin. En meer ga ik niet laten zien. Ik weet dat ik toch niet zo graag ben, maar we moeten nu weg. De taxi staat er. Jeetje, we komen echt te laat, joh. Wow! Het zal je moeder maar zijn. Zo echt, hè? Maar zo gaat het altijd, hè? Kom even luisteren. We moeten een soort van scène na gaan spelen. Hier, met een van, dus we moeten elkaar gaan duwen. Oké, ja? Zo. Ja. Ja. Oké. Hey. Wow. Oh, het is zo... Nou, dat zag je heel raar uit. Dat was leuk, hè? Ja. Maar... We zien dus hier het beeld, dus dat moeten we naspelen, zeg maar. Het is niet dat we naar een muur staan. Nee, klopt. We gaan hem nog 1 keer doen. Hoe gaat het? Gio, wat doe je? Ik kan wel iets. Hey, lekker man. Het raarst ooit. Ja. Ook dit is acteren, hè? Ja. Het is een scène in het water, dus vandaar dat we zo de hele tijd doen. Voordat je denkt van, waar ben je mee bezig? Wat doe je? En dan gaan we zo een raar ademhalen en zo. Ja, daar heeft het mee te maken. We duwen elkaar onder water. Ja, precies. Oh shit, spoiler. Hey! Moet je ook inspreken? Ja, alleen de microfoon hangt heel ver weg. Oh. Ja, Niek moet ook nog. Lang ben. Ja, hè? Nou, ik ben zelf al klaar. Mijn moeder is klaar, Belle is klaar. Alleen Niek moet nog zijn laatste stukjes inspreken. Dus dat gaat hij nog even doen. Of is hij al goedgekeurd? Is hij goedgekeurd? Oké, de eerste is goedgekeurd. Jee. Jee. Ik denk dat ik er per ongeluk een Instagram story van heb gemaakt. Dat is een beetje vaag. Heel vaag. Ja. Ik denk dat ik er per ongeluk een Instagram story van heb gemaakt. Huh? Ja. Dat ik hem eindig met... Ja. Of wil ik me eindigen met... Ja, maar je switcht meteen. Maar ja, maakt toch niet uit. Want ja, precies. Dus het kan. Oh, ik denk dat ik er per ongeluk een Instagram story van heb gemaakt. Bas, sorry, ja. Weet ik veel. Wat is nou je werk? Wat is... Wat is nou je werk? Nee. Dingen onthouden. Ik heb niet eens onbetaald, man. Staat in je contract, pannenkoek? Kap ermee. Ja, zo hoor je, jongens. Hij heeft een thumbnail. Hele leuk regisseur, hè? Klikver! Grapje! Ja, lachen. Voor de duidelijkheid, dat was niet echt. Ik heb geen geld en ik vind je zus lekker! Ik heb geen geld en ik vind je zus lekker! Ik kan... Sorry zeggen. Is goed, luister. Goed! Hé, je hoeft niet te schamen voor je kale hoofd. Van het petje af. Oh, wat is er nou weer gebeurd? Zo, hallo! Kijk eens. Auto
Hier, oei. Ik kan nu eigenlijk wel zeggen dat de film af is. Tenminste qua geluid en dat soort dingen. Wij hoeven nu helemaal niks meer ervoor te doen eigenlijk. Dit was het allerlaatste wat we moesten doen, dus het inspreken. En daar zijn we dus nu mee klaar. Dus we gaan weer terug naar huis. Maar dit is wel een heel raar gevoel dat we nu dus waarschijnlijk helemaal niks meer hoeven te doen voor de film. Ja, en hem ook niet meer zien voordat de première is. En hem ook niet meer zien voordat de première is inderdaad. Oh, zoveel maanden eraan gewerkt en zoveel tijd ingestopt. En nu is het dus tijd om hem binnenkort aan jullie te gaan laten zien. Zo, de spiegels zijn er. Opa is even aan het passen. Kijk, dit is al goed gemeten. Dit is al helemaal voor elkaar. Ja? Ja. Oh, dus dat hebben we goed dat gedaan. Dat is natuurlijk de kleinste, nou, oké, dat is prima. Ja. Maar. Oké, nou, nu die nog. Poesjes vinden het ook wel heel erg mooi, hè? Monsters. Kijk nou. Vinden jullie het wel spannend? Hé, wat gebeurt er allemaal weer? Allebei op een kruk. Maar hier ligt de spiegel dus. Ik ben benieuwd. Ik heb dus heel eventjes de vlog overgenomen. Want Gio die moest gelijk weer weg. Maar ik ben hier dus met opa. Ja, wij gaan dus de spiegel ophangen. Ik heb het net al laten zien. Maar we hebben nu even gekeken eerst of die past. Hij past. Dus we gaan hem nu lijmen en dan gaan we hem dadelijk monteren. Nu wordt dus de kitter opgebracht. Kitterhandje. We gaan nu dus de spiegel plaatsen. Ja. Hier naar boven. En daar gaat de tweede spiegel aan de zijkant. Echt super gaaf. Je ziet zo de weerspiegeling, ook als je hier kijkt. En misschien zie je het nu niet zo goed, maar hier achter die appartementen, die je dus eigenlijk normaal vanuit het raam ziet, zie je nu vanaf hier ook. Echt super mooi. Ik ben dus weer thuis. Mijn moeder had net heel eventjes de vlogtake overgedaan zoals je zag. Je ziet het al achter mij. Mijn opa en mijn moeder zijn er nog steeds. En kijk eens aan, het is net af. Ik zie het nu dus ook echt voor het eerst. En het is super mooi geworden. Kijk eens even hoe ruimtelijk. Je kan nu letterlijk vanaf hier gewoon daar nog helemaal naar buiten kijken. En gewoon van elke hoek waar jij nu bent, waar mijn opa nu staat. Hey, dank je wel trouwens, hè. Wat zeg je? Ik ga je inhuren, hoorde ik net. Ja, met de huur. Ja, toch? Ja, voor alle klusjes in huis. Maar kijk, je kan vanaf hier helemaal gewoon nog mezelf hier zien staan. Het is echt heel mooi. Nu is de keuken dus eindelijk gewoon helemaal af, denk ik. Nee, alleen nog een beetje wit hier. Oh, alleen nog witte. Dit nog? Ja. En nog eens. Na een jaar is de keuken bijna af. Ja, ook bijna een jaar. Zo, inderdaad. Het is wel echt heel mooi geworden. En kijk dan, dit bedoel je, je ziet echt letterlijk alles schoon. Het moet nog wel schoongemaakt worden, want dat mag nog niet. Het mag 24 uur niet schoongemaakt worden, toch? Zo, maar dit is echt ziek. Lampjes erbij, kastjes erbij, alles. Jongens, moet je eens kijken vanaf deze kant. Zo met de lampjes erbij, de sportjes daar. Sorry. Oh, wat mooi. Je kan gewoon helemaal naar buiten kijken nog. Het lijkt me dat het heel dichtbij is. Ja. Zie je dat? Kijk dan, hoe gaaf. Zie je dat? Ja. En nu kan je gewoon vanaf hier zelfs ook tv kijken daar. Niet dat dat een oplossing is, nou, maar als je dan daar zit, dan kan je in die spiegel tv kijken. Ja, precies. Ja, ja klopt. Dan kan je, als je hier zit inderdaad. Ja, kun je gewoon zo... Nee, dat kan niet. Nee, het werkt niet. Kan je dat niet? Nee. Je ziet je tv niet? Nee. Ah, oh, ja hoor. Maar gaan jullie er nou weer vandoor? Ja, wij gaan er vandoor. Nou, wat ongezellig. Ja. Dus jammer dan, dan had je maar moeten zeggen, blijf je eten. Blijf je ik heb geen eten in huis. Nou, doei hè. Doei. Tot morgen. Doei, doei. Hij staat nou hier genoteerd. Ja. Voor de film staan. Ja. 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 Doei. Doei. Ik zeg tot morgen, want gisteren was mijn oma jarig. En morgen gaan we dat dus vieren. En ze komt uit 1933. Dus ik kan even niet goed rekenen. Maar volgens mij is het al ze is 86 geworden. Woe. Jongens, een tijdje geleden ben ik met de auto van Zane mee geweest. Het was die hele gekke zieke BMW. Die hij dus in een soort van leer heeft laten rappen. Ik hoor trouwens nu alweer iets aankomen. Maar hij had dus samen met mij afgesproken dat we ook een keer zijn andere auto zouden gaan laten zien. En dat is dus echt iets bizar. Lijps gewoon. Gewoon een zieke rap. Hij staat nu beneden op mij te wachten. Het is al donker, want hij zei, ja, je moet hem eigenlijk dus zien met zon of 's avonds. Want dan ziet hij er dus het dikst uit. Denk jullie wel echt gaan schrikken als je hem ziet, want het ziet er echt super lijp uit. Dus ik ga nu beneden naar hem toe, want het is echt een ziek ding. Ik denk dat dit eigenlijk wel de lijpste rap is die ik ooit op een auto gezien heb. Wat we dus straks gaan zien. En ik denk dat jullie dat ook wel gaan vinden. Want het is echt niet normaal hoe gaaf het eruit ziet. Ja, op het lichtknopje drukken is misschien wel handig als ik bij het lift sta. Soms vergeet ik dat nog steeds. Hoe dan? Jongens, ik ben net de auto ingestapt. Er stonden al allerlei mensen foto's te maken. Oh. Ja, ook goeiedag. Hoi. Oh, leuk dit. We zijn even een gouden garage ingegaan. En ik zal hem straks van de buitenkant laten zien. Het is echt niet normaal. Voordat ik hem laat zien, vertel eerst wat hier links achter me staat.
guys, dit is mijn andere auto. Ja. Die rijd ik dagelijks in. En ja, deze auto heb ik eigenlijk zelf gebouwd. Zowel motorisch als optisch als ja, alles erop en eraan. En ik heb laatst een nieuwe rap specialist op de auto laten zetten eigenlijk. Dat is goed gelukt, naar mijn mening. Ja, zeker. Dus, geniet ervan. Nou. Dus, zo goed als af, denk ik. Daar komt hij. 3, 2, 1 en... Holy shit. Holy shit, check deze auto, jongens. Dit is niet normaal. We gaan straks nog naar een beter plekje waar je nog meer ziet shinen. Maar het is dus zoals ik al zei net, ja, gewoon een glitter wrap eigenlijk, toch? Ja, dat is het. Met glitter wrap in combinatie met Tron. Dus reflectielijnen, ja, en de contouren van de auto. Echt fucking ziek. Ja, kijk dan, die velgjes erbij. Nou ja, natuurlijk je eigen ding hier. Ja, alles. Kijk eens aan. Holy shit. Nu zie je het nog beter op camera ook, hoe echt die shined gewoon. Wauw. Hier, de achterkant is ook helemaal af. Ik zoom nu in op de wrap en moet je eens kijken. What the fuck? Dat is niet normaal dit. Hoe kwam je in godsnaam op het idee om een glitterauto te maken? Ik had zelf altijd wel de ambitie om een glitterauto ja, te hebben. Omdat ja? Ik het opvallend vind, ik vind het leuk, ja, het valt op, het is uniek. Nou, lekker Barbie, ik hou er wel van over de... En toen zag ik op internet best wel wat inspiraties van andere auto's voorbij komen. Maar goed, we hebben die folie toen besteld. Folie werd gevoerd als goede rekbare folie. Ja. Dat was niet het geval. Dus toen moesten we eigenlijk een soort gulden middenweg ja, zoeken. En toen kwamen we met het wrappen van vlakken op de auto. Ja. In combinatie met reflectiefolie. En dit is dan het resultaat eigenlijk wat je ziet. Fucking ziek, echt. Niet normaal. Ben wel heel erg benieuwd. Laat me achter in de reacties wat jullie hiervan vinden. Want ik had dus nog nooit zo'n auto gezien. Ik weet niet of jullie wel eens een keer zo'n auto gezien hebben. Of misschien heb je deze, precies deze, wel eens een keer voorbij zien komen op Instagram of iets. Ik zie de laatste tijd ineens zo vaak voorbij komen. Kan ook zijn omdat ik jou misschien volg nu of zo. Maar ik zie hem steeds op auto-accounts en shit. Dat ik echt denk van wow, hè. Oh, dit is hem dus. Jongens, we zijn even naar buiten gegaan. En nu zie je op de motorkap echt heel goed de glinstering ook gewoon. Als je hier op straat rijdt. Hier, in de spiegel zie je dat ook goed. Oeh. Fucking sexy. Oi, 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 kijk hem eens. Dit is heel goed licht. Nu zie je het ook super goed. What the fuck? Ik ben alweer binnen. Ik ben net gedoucht. En daarom sta ik hier in mijn onderbroek. Wat een auto. Echt bizar. Super gaaf om te zien in ieder geval. En kijk ook even hoe gaaf dit is. Ik vind het zo leuk. Ja, ik sta trouwens dus in mijn onderbroek. Maar kijk dit. Die ruimte ook in huis zo. Wat lijkt dat je zo in de spiegel hier kijkt. Ik ben er echt super blij mee. Echt niet normaal. Maar ja, ik ben dus heel benieuwd wat jullie ervan vinden, want dit idee van die spiegel is letterlijk gisteren in ons opgekomen. Bij mijn moeder vooral. En die zei toen, ja, je moet het echt doen. En nu ben ik er zo blij mee, nu ik het zo terugzie. Dus ik vind het echt super gaaf om te zien. Wat het nu net zo lijkt alsof je daar ook ramen hebt of wat dan ook. En ja jongens, kijk eens, ik heb deze nu ook expres hier opgehangen. Ik dacht, nou, nu zijn we klaar met alles. En dan kan dat straks allemaal gaan gebeuren. Die blijft daar niet voor altijd hangen trouwens, dat is niet de bedoeling. Lieve mensen, ik ga nog even naar de sportschool hier beneden. En dan denk je, is dat echt zo? Ga je dat echt doen? Jazeker! En ik sta nog steeds in mijn onderbroek trouwens. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wil je nou dat ik kast ga worden? Want ik twijfel daar nog steeds over om dat te doen. Want ja, ik moet wel echt iets breder worden. Laat het dan zeker achter in de reacties. Dus jongens en meiden, ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 weer bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu later.